Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wat witte vlekjes, de meeste boven de westelijke helft van het land. En dat zijn allemaal buienwolken en daar vallen dus buien uit. Het zijn winterse buien, af en toe zitten korrelhagen bij, vlokje natte sneeuw, meestal is het regen. En een enkele klap onweer is ook mogelijk. In de gebieden waar de buien niet zo vaak vallen, dat is vooral het oosten en zuidoosten, blijft het dus grotendeels droog. En daar schijnt de zon van tijd tot tijd. En dat weerbeeld houden we ook vanmiddag. Temperaturen 4 tot 7 graden. De wind draait naar het noorden en vooral aan zee waait hij stevig. Vanavond ook nog een paar buien langs de westkust, maar op steeds meer plaatsen wordt het droog en begint het op te klaren. En dan wordt het koud. Het gaat op veel plaatsen vriezen, lokaal min 4 graden. Morgen overdag hebben we fraai weer, flinke zonnige periode. En de temperatuur stijgt naar 4 tot pal aan zee 8 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de wind is ook vrij rustig. De nacht na de dinsdag is ook nog koud, maar dinsdag overdag wordt het bewolkt en gaat het steviger waaien. En vanuit het westen volgt er dan ook regen. Waterkoude dag, 4 tot 7 graden. Woensdag wordt het plaatselijk 10 graden, donderdag halen we ook de 10 graden. Het zijn wel wisselvallige dagen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.